Dag kijkers, welkom bij BusyDay TV. BusyDay is de ondernemingsplanwedstrijd met steun van de Vlaamse overheid en een hele reeks partners uit de privésector. Eén daarvan is de nog jonge coöperatieve Dokkel, die digitaal documentenbeheer aanbiedt. Wat Dokkel precies is en waarom het de BusyDay-wedstrijd ondersteunt, vernemen we vanavond van General Manager Bram Lerouge. Meneer Lerouge, welkom in de studio. Ja, Dokkel, een online portaal voor documentenbeheer. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wel, Dokkel is eigenlijk het alternatief voor uw papieren kast die u en ik thuis staan hebben. Maar het is veel meer dan dat. Dus alle documenten komen op een digitale wijze samen op één plaats. En bovendien, zeer eenvoudig, ze worden rechtstreeks opgeborgen door de bedrijven in uw persoonlijke dokkelkast. En als u een aantal administratieve handelingen, zoals iets betalen, daarmee moet doen, kan u dat op een heel eenvoudige wijze met een aantal klikken. Wat is het voordeel voor de gebruiker? Het voordeel voor de gebruiker is dat het eigenlijk veel eenvoudiger en relevanter wordt om met digitale documenten te werken. Documenten komen rechtstreeks toe in uw online kast, u hoeft daar niets voor te doen. Maar bovendien is het zo dat wanneer u bijvoorbeeld een toestel zou gekocht hebben in een mediawinkel, en dat gaat over een garantiebewijs dat ooit is opgeborgen geweest in uw dokkelkast, wanneer u 3 jaar later naar dat garantiebewijs gaat kijken, kan u eigenlijk daar een aantal ondersteuningen, linken vinden naar online ondersteuning bij de winkel waar u dat toestel gekocht heeft. Dus het document wordt eigenlijk een heel relevante ingangspoort naar meer informatie. Dokkel is een organisatie in opstart. Het platform wordt binnenkort gelanceerd. Vanaf wanneer zal het eigenlijk volledig operationeel zijn? Dokkel zal voor het grote publiek operationeel zijn vanaf september. En dan gaan we een heel mooie campagne voeren om dat aan het brede publiek kenbaar te maken. En eigenlijk zijn we op dit moment bezig om een aantal testen te doen in een bijna operationele omgeving met de eerste 3 verzenders die er lid van zijn. Ja. Wie zijn die eerste 3 partners en over welk soort documenten gaat het? Vandaag spreken we over de 3 stichters, Acerta, CM en Telenet. Maar eigenlijk is Dokkel bedoeld om zoveel mogelijk bedrijven te verenigen in een niet-commercieel model waarbij zij allerhande soorten documenten, contracten, garantiebewijzen, facturen, informatieve brieven die je krijgt, verenigen en behandelen op de meest eenvoudige wijze. Al die documenten zullen bewaard worden online op het internet. Heel wat mensen stellen zich vaak vragen bij de veiligheid of de bewaartermijn. Hoe zien jullie dat vanuit Dokkel? Ja. Een van de dingen die we in Dokkel echt hebben willen doen is de gebruiker centraal stellen. En we hebben dus de mogelijkheid willen bieden aan de gebruiker om documenten zo lang bij te houden als zij in principe wil. Waarbij dat we er zelf voor gekozen hebben om dat minimaal op 7 jaar te brengen. Omdat 7 jaar een heel courante termijn is waarin documenten hun wettelijke relevantie verliezen. En bijvoorbeeld facturen 20 jaar bijhouden is niet zo belangrijk voor gebruikers. Laten we dan nog even kijken naar de BusyDay-wedstrijd, waar jullie ook een partner van zijn. Waarom ondersteunt Dokkel dit initiatief? Om verschillende redenen. Dokkel is zelf een startende onderneming. Dus in die zin weten wij heel goed wat het betekent om die eerste meters af te leggen als startend bedrijf. BusyDay focust bovendien op innovatie en het ondersteunen van ondernemerschap en eigenlijk zeer actiegericht en ondernemend werk gaan met de gebruiker als centraal punt is een van de dingen die Dokkel ook echt wil naar buiten brengen. Oké, meneer Lerouge, hartelijk bedankt voor uw toelichting. Dank je wel. Zo kijkers, dat was BusyDay TV voor deze week. Graag tot volgende donderdag.